verschillen in taalontwikkeling bij jonge kinderen zijn door corona behoorlijk groter geworden. En basisscholen in Emmeloord die hebben daarover aan de bel getrokken. Gezinnen waar Nederlands niet de eerste taal is, hebben meer moeite met het stimuleren van de taal bij hun kind. Onder meer door het online lesgeven zijn de verschillen tussen de leerlingen groter geworden, zeggen de scholen. De Voorleesexpress Noordoostpolder van de Flevomeer Bibliotheek speelt daarop in. Voor dit taalstimulatieproject gaan vrijwilligers naar gezinnen om voor te lezen en taalspelletjes te doen. Anita Boes is projectleider van de Voorleesexpress Noordoostpolder en nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die vrijwilligers van die Voorleesexpress, wat doen die precies? Ja, die vrijwilligers komen 20 keer bij een gezin thuis. Er wordt goed rekening gehouden natuurlijk met het afstand houden. Soms komen ze ook in de bibliotheek als er een klein huis is of als ze beide dat liever willen. En dan gaan ze 20 keer bij elkaar komen, ongeveer een uurtje per week. En ja, zo'n voorlezer die gaat eigenlijk de ouders laten zien, hoe kan je nou op een speelse, leuke manier de taal aan je kind meegeven? Dus je moet denken, niet alleen denken aan boeken, dat doen we natuurlijk ook. Maar eigenlijk zo breed als de Flevomeer Bibliotheek is. Het kan ook digitaal, luisterboeken, je kan muziek maken, spelen, symbolen, plaatjes. Ik zie wat jij niet ziet doet. We hebben heel veel taalspelletjes beschikbaar voor vrijwilligers die ze kunnen gebruiken. Ze krijgen van ons natuurlijk een pas om materiaal voor de gezinnen op te halen. En zo laten ze eigenlijk zien van hoe doe je dat nou eigenlijk, die Nederlandse taal, ja, op een leuke manier stimuleren. Maar Anita, zijn die vrijwilligers dan in de weer met de ouders of met de kinderen? Nou, we selecteren de gezinnen, worden aangedragen eigenlijk door de scholen. Ja. Die weten natuurlijk, de intern begeleiders, welke kinderen dit hard nodig hebben. Waar het niet vanzelfsprekend is, die taal thuis. Er wordt ook echt gevraagd dat ouders gestimuleerd zijn om zelf ook meer daarover te willen leren. Ja, ja. Want het is natuurlijk de bedoeling dat na die 20 keer de ouders zoveel handvaten hebben gekregen dat ze gewoon weten hoe het moet. Ja, ja. Dus je doet het voor aan de ouders en de kinderen genieten van de verhalen. Eigenlijk coacht de vrijwilliger, ja, dat is heel breed gezien, maar eigenlijk wel een beetje. Ja, okay. Langzaam maar zeker neemt die ouder het over. Wat ik heb gisteravond een bijeenkomst gehad digitaal met de vrijwilligers die nu aan de slag zijn. En die proberen ook de ouders er eigenlijk vanaf het begin af aan zoveel mogelijk bij te betrekken. En dat kan zijn door samen met je kind memory te doen en de plaatjes benoemen. Ja. Of door samen dat boek voor te lezen. Ik weet toen ik begon met dit voorleesexpress dat een van mijn zoons zei, maar mam, ik snap het niet hoor. Ja, hij gaat dan, die vrijwilligers gaan dan voorlezen en zo bij die kinderen thuis, maar dat doen die moeders toch? Mm-hmm, ja. Ik zeg, ja, voor jou is het vanzelfsprekend, ja, dat ik dat altijd heb gedaan. Zeker als je moeder hebt, je op de biepwerk natuurlijk. Ja. Nee, voor heel veel gezinnen is het niet vanzelfsprekend, nee, inderdaad. Nee, precies. En dat proberen wij dus, iets wat niet vanzelfsprekend is, langzaam maar zeker tot een gewoonte te maken. Juist, dat en het dus niet ook stopt na de bezoekjes en alle tijd en aandacht die erin is gestoken door die vrijwilligers, dat het daarna dus ook doorgaat. Die vrijwilligers, hebben jullie er voldoende? Nou, hoe meer vrijwilligers, hoe meer gezinnen wij dit kunnen bieden. Dus kijk, als er 100 vrijwilligers zijn, kunnen we 100 gezinnen dit bieden. Ja. Dus er lopen momenteel gelukkig best wel wat gezinnen, maar de vraag wordt steeds groter. We krijgen laatst nog weer een mailtje van de gemeente die een gezin wilde aandragen, van zorgorganisaties. Wij werken nu met 3 scholen, maar we willen dat uiteindelijk uitbreiden. We werken nu alleen in Emmeloord. We willen meer scholen in Emmeloord bedienen. We willen de dorpen in Noordoostpolder het ook bieden. Dus ja, er zijn vrijwilligers van harte welkom. We vragen mensen die houden van taal. Iemand zei ook, ik vind het zo leuk omdat ik mijn liefde voor taal zo kan delen en enthousiasme in een kind kan brengen met een jong kind. We vragen dat je een half jaar ongeveer beschikbaar bent, want je doet 20 keer, maar er is een keer vakantie, ziekte, dus je bent ongeveer een half jaar bezig. Ongeveer 1 tot 2 uur per week, want je doet vaak nog wat aan voorbereiding. Je spreekt samen met je gezin een vast ritme, of het liefst een vast ritme, dat lukt niet altijd, maar je spreekt dat gewoon samen af. En ja, je krijgt dus van de bibliotheek training, begeleiding. Je krijgt toegang tot de digitale Mijn Voorleesexpress. Want Voorleesexpress zit in heel Nederland. Vanaf 2006 al, er is een schat aan informatie. Er zijn allerlei filmpjes, achtergrond, informatie, tips over van hoe jij dus met dat kind interactief kan voorlezen. Maar je kan ook gewoon je eigen ding volgen. Maar je hebt dus ook een soort backup met allerlei
ja, tips handig. En trucs, zeg maar. Ja. Ze gaan niet uit, dan hebben ze dat 20 weken gedaan. Gaan jullie nog wel eens terug naar die gezinnen of ze het een beetje volhouden? Nou, wat een beetje gebeurt, is dat er echt wel een band ontstaat tussen vrijwilliger en kind. Eentje zei ook, dat jongetje wilde gewoon met haar trouwen, zeg maar. Ja, het is natuurlijk voor een kind ook leuk, hè? Die exclusieve aandacht die je gaat krijgen. En het is echt plezier. Het is geen juf. Je moet niks. Nee. Er wordt op een hele speelse manier met zo'n kind omgegaan. Dus veel vrijwilligers komen toch nog af en toe weer terug bij gezinnen waar ze eerder zijn geweest. Want ik heb vrijwilligers die het zo leuk vinden. Die doen soms 2 gezinnen tegelijk. En die zijn al met hun 4e gezin bezig. Ja. Terwijl we vorig jaar pas in april zijn begonnen. Maar dat is aan de vrijwilliger zelf, hoe ze dat doen. Is ieder gezin geschikt hiervoor trouwens? Nee, niet ieder gezin is geschikt. En moet echt, nou wat ik net zei al, de ouders moeten zelf gestimuleerd zijn. Mm-hmm. Er moet ook echt rust in het gezin zijn. Dus geen opvoedproblemen, want dan moet dat eerst opgelost voordat je goed aan de taal kan werken. Door de selectie van de intern begeleiders gaat dat vaak eigenlijk best wel goed. Gezinnen moeten dus inderdaad ook echt zich houden aan de regels van de corona uiteraard. En dus ouders moeten gemotiveerd zijn. Ja, je zegt er worden dus steeds meer gezinnen aangemeld. Staan er ook gezinnen op de wachtlijst op dit moment? Ja, eigenlijk als ik alle scholen zou aanschrijven die mensen willen aandragen. Ik heb al heel veel scholen afgewezen. Zo van, we hebben nog geen plek of op de wachtlijst gezet. En daarnaast heb ik sowieso van de huidige scholen nu momenteel 3 gezinnen waarvan kinderen al wat langer op de wachtlijst staan. Vrijwilligers zijn echt van harte welkom om eigenlijk heel veel leuk en waardevol vrijwilligerswerk te doen. Oké, en mensen die dit nou horen en denken van, hey, lijkt me eigenlijk wel heel, heel aardig om daar aan mee te werken. Wat kunnen die doen? Nou, op flevomeerbibliotheek.nl en je typt even in voorleest express, en express is met dubbel S, dan vind je wel info. Je kan ook naar voorleestexpress.nl en even zoeken op Emmeloord. We zitten trouwens ook in Lelystad in Almere, mochten mensen dit horen. Daar kan je meer informatie vinden. En dan gaan we lekker voorlezen, elke week 20 keer achter elkaar. Onder leiding van Anita Boes, dank voor deze toelichting.